Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zwaar Tafelen en Lidl Nijkerk. We hebben weer 5 nieuwe vragen. Een enthousiaste kandidaat die vandaag speelt voor een cadeaupakket. En ik ben er ook weer. Welkom bij een nieuwe Ik Quiz Het. En vandaag speel ik de quiz met... Hallo, ik ben Sammy Bijger, ik ben 22 jaar, ik kom uit Nijkerk. Ik ben elektromonteur. Ik hou van uitgaan en festivals, dat gaat helaas niet. Jammer. Nou, ik hoop dat ik deze quiz ga winnen. Ik kom uit Nijkerk, dus ik kan niet anders. Het zal wel moeten dan. Ja, Sammy, leuk dat je er bent. Welkom hier in de studio. Ja, ja, je bent een festivalganger, maar ja, dat zit er nu even niet in. Nee, helaas. Ja, welke festivals ga je graag? Het verschilt nogal. Maar meestal met hardstyle en zo, een beetje harder. Dat is wel leuk. Laatste was Snowbash. Dat was alweer in januari. Ja. Ja. Er was nog veel meer gepland dit jaar, maar ja. Er kwam een virus om de hoek kijken. Nou ja, we kunnen maar beter gezond thuis zijn dan ziek op een festival, toch? Dat is ook niks waard. Vandaag krijg je 5 vragen. Ben je er een beetje klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Goed, dan gaan we beginnen. Sammy krijgt straks 5 vragen. Per goed gegeven antwoord krijgt Sammy 5 seconden die hij meeneemt naar de finale. Aan Sammy dus de taak om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Sammy, ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Goed. Hier komt de eerste vraag. Nijkerk heeft een oorspronkelijk dialect. Waar heeft een Nijkerker het over als hij over enten praat? Is dat antwoord A, eindigen? Is dat antwoord B, lengte? C, eenden? Of antwoord D, afknippen? Dit woord heb ik weinig voorbij zien komen in het dialect. Het zal weinig gebruikt worden, dus... Wordt er bij jullie thuis veel dialect gesproken? Ja, niet echt heel veel, maar ik kom wel bij mensen en daar wordt het wel meer gesproken. Nou, de meeste woorden weet je wel, daar kun je wel wat van maken. Maar enten, dat... dat was het ook alweer. Eindigen, eenden, lengte, afknippen. Ik ga voor A eindigen. Je gaat voor antwoord A? Ja. We gaan kijken of antwoord A het juiste antwoord is. Helaas. Het had moeten zijn antwoord C, eenden. Ja, was ook niet een hele makkelijke. Laten we snel doorgaan naar de volgende vraag. Nijkerk is een stad doordat hij stadsrechten heeft gekregen. Mijn vraag is, wanneer heeft Nijkerk stadsrechten gekregen? Is dat A in 1413? Is dat B in 1638? Is dat C in 2000? Of is dat D in 1803? Zeg wel 600 jaar stadsrecht, dus dan zou dat B moeten zijn. Kijk, dat komt dan meestal, het is 2020 nu. Ja, zo ongeveer wel, denk ik dan. Okay. B moet zijn. Je denkt dat antwoord B het juiste antwoord is? Ja, denk het wel. Goed, we gaan kijken of antwoord B het juiste antwoord is. Helaas, dat moeten zijn 1413. Het was toch al heel eventjes terug, inderdaad. Helaas nog geen vragen goed beantwoord. We gaan door naar de volgende vraag. Kom op, ga voor die eerste 5 seconden. We kijken hier even naar een foto. Wie werd in november 2019 de vervanger van de zieke minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren? Is dat A, Raymond Knops? Is dat B, Henk Aaldrink? C, Koos Andriessen? Of is dat antwoord D, Boris van der Ham? Dat is ook een lastige vraag. Dat weet ik ook niet echt meer goed meer. Ik denk, ik ga voor C. En wat is de reden dat je voor Koos Andriessen gaat? Dat is de enige bekende naam die erin voorkomt. Ik heb er wel namen voorbij zien komen, maar ik let er nooit zoveel op, zeg maar. Nee. Maar Koos Andriessen komt wel bekend voor. Koos Andriessen komt er wel bekend voor. Dus je weet zeker, je speelt voor antwoord C. Ja. Oké, ga kijken of antwoord C het juiste antwoord is. Helaas. Het moest zijn antwoord A. Ik probeerde je een beetje te helpen. Maar helaas ving je dat niet helemaal goed op. Raymond Knops was sinds november 2019 tijdelijk de minister van Binnenlandse Zaken. Dit omdat Kajsa Ollongren met ziekteverlof was. Inmiddels is ze ook weer terug. Nou, laten we snel doorgaan naar vraag 4, Sammy. Een rekenvraag. Ben je een beetje goed in rekenen? Totaal niet, maar kom maar op. Geloof wat. We gaan door naar vraag 4. Brian gaat bonbons halen. De bonbons zijn per ons €1,70. Brian neemt 2,5 ons mee voor zijn vrouw. Ook neemt Brian een chocolade-eend mee voor zijn zoon van €3,50. Hoeveel is Brian in totaal kwijt in de chocolaterie? Hoeveel is hij kwijt in de chocolaterie? Want is dan 1 ons is dan 1,70.
2 is 3,5. Dan gaan we nog eventjes doorrekenen. Dat is... even overnieuw, denk ik. Nee, geef niks. Brian gaat mijn bonds halen. 1 ons is 1,70. 2 is 3,40. Dan die halve erbij. Ja. Dan die 3,50. Dan komen we uit op 7,75, als ik het goed heb. 7,75? Sam, ja. Is dat je antwoord? Ja. Goed, antwoord. We gaan kijken of dat het juiste antwoord is. Ja hoor, de eerste 5 seconden zijn binnen. Ah. Goed, ja, was toch even lastig, hè? Ja, die was heel moeilijk. Ja. Het is ook lastig als je ons in één keer moet omrekenen en dan nog een bedrag erbij op. We gaan door naar vraag 5. De laatste vraag om nog wat seconden bij elkaar te sprokkelen. Ik ben heel erg benieuwd. Hoeveel kippen zijn er in Barneveld? Is dat A, 29.000? Antwoord B, 290.000? Antwoord C, 2,9 miljoen? Of is dat antwoord D, 29 miljoen? Oeh, er zijn heel veel kippen in Barneveld. Oeh, er zijn wel een hele hoop. Ik denk voor D. Jij denkt dat er 29 miljoen kippen zijn in Barneveld? Oeh. Wacht even hoor. Het zijn er wel een hele hoop. Ja, je zult ze allemaal het maar pogen. Het was wel in de miljoen, dat weet ik wel. Ja? Nee, ik ga voor C, 2,9 miljoen. C? 29 is wel heel veel. Oké, we gaan kijken. Klopt, het is antwoord C het juiste antwoord? Ja hoor, dat is het juiste antwoord, inderdaad. 2,9 miljoen kippen. Barneveld wordt niet voor niets het kippendorp genoemd. Met 2,9 miljoen kippen is er in Nederland geen gemeente waar meer kippen wonen dan in Barneveld. Ja, dat is niet altijd positief, want het levert ook wel eens problemen op. De gemeente kampt bijvoorbeeld met een hoog mestoverschot. Maar ja, 2,9, je hebt hem goed. Je hebt 10 seconden bij elkaar gespeeld. Dat was toch even lastig, hè? Ja, dat was heel lastig. Ja. Nou, haal heel eventjes adem. Dan maken we ons klaar voor de finale. Sammy had 2 vragen goed in de vorige ronde. Dat houdt in dat hij 10 seconden heeft om de anagram zo dadelijk op te lossen. Sammy, ben je er klaar voor? Zeker weten. Goed zo. Daar komt de vraag. Welk automerk zoeken we hier in dit anagram? En de tijd loopt nu. Oh, ik heb hem al. Aston Martin. Is dat je antwoord, dat is Aston antwoord. Martin? Ja. Ja. We gaan kijken of dat het juiste antwoord is. Ja hoor, gefeliciteerd. Nou, dat ging toch wel erg lekker. Ja, de laatste keer. Ging wel lekker. Ja. Ik mag jou feliciteren met het cadeaupakket. Kijk eens, lekker wat te drinken. Alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. Ja. En bedankt voor je deelname. Ja, denkt u nou thuis, ik wil ook wel eens een keer meedoen met Ik Quiz Het? Dat kan. Geef je dan nu op door middel van onderstaand e-mailadres. En wie weet staat u binnenkort hier op de plek van Sammy. Dank u wel voor het meespelen. Pas goed op uzelf en tot de volgende keer. Ciao, ciao. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. Nou, toch goed gedaan. Ja. We hebben een klein beetje dat. Ja.